dus uit te spreiden. En dan zie je hier heel veel gemaakte fout. De basislijn is te lang. Dus we gaan dit inkorten. En let niet op het geschreeuw, want dat zijn natuurlijk onze eigen stoute verwende rotapen. Dus dit recht naar achter. En dan zie je zo. Dat is al nummer 1 wat je doet. Dan pak je. Ja, nee, dat gebeurt niet. Even die even zo naar beneden. Zo. En dan gaan we dit iets aftoppen. Wel heel mooi uitgeknipt. Ja, naaldjes zijn iets te lang. Zie je? Ja. Krijg je dat ook? Dit trap je iets naar voren. Hoe natuurlijk uitgewassen is, dan zie je dat beter. En dan ga je hier zo langs. Dit langs de zijkant. En ik steun hem met haar kontje op mijn hand. Dus dat gaat helemaal goed. En dan dit ook zo. En dan dit ook nog ietsjes zo. En als je het dan eens neerzet, dan zie je een heel ander pootje. Maar dan zie je toch hier weer de aansluiting met dit. Dan ga je er feitelijk achter zitten. En dan moet dit ene, als jij maar naar achter gaat, dan kan je het zien. Zie je? En dan zie je dat dit ene, ene rechte lijn moet zijn. Dus dit halen we allemaal weg. Dit steekt ook uit, halen we ook zo weg. Ja, maar dat mag dus wel met de gewone schaar. Ja hoor. Ik kom op mijn dokje. Dan eerst, ja, krijg ik happen. Nee, dat krijg je juist als je dan gaat enkel evalueren. Dit gaat ook weg. Dan zie je mij ook het staartje zo vastpakken. Dit pak ik dan, als dat kan, met de opzetkant. Die pakken we hier, die zetten we er zo op. En dan ga je dit mooi naar beneden. Ja. Ja. Het is een investering, maar ja, wat kost zo'n ding? Gaan we samen doen. Dus, kijk, dat kost zo'n ding 180 euro zonder de opzetkant. Dan wordt het ook. Sorry, klaar, stop.